Captiflor is geboren uit de droom om iets echt bijzonders te creëren. Vooral anders dan anders. Wij creëren unieke orchideeëncollecties van onovertroffen 5-star kwaliteit. Dit doen we elke dag beter en herkenbaar anders, zodat consumenten kunnen genieten van de meest bijzondere orchideeën, thuis of op het werk. Naast onze schitterende orchideeën heeft Optiflor ook op andere wijze een positieve impact op haar omgeving. In deze serie vertellen we je er graag meer over. We starten met het thema energie. We hebben als doel de transitie te maken naar telen op basis van duurzaam gegenereerde warmte, dus zonder het gebruik van fossiele brandstoffen. Hier hebben we de afgelopen jaren al de volgende grote stappen ingezet. Een belangrijk doel is het terugdringen van de CO2-uitstoot van Optiflor. Zo gebruiken we nu 60% minder aardgas dan in 2013, terwijl het bedrijf in oppervlakte is gegroeid. Diep in de ondergrond van de aarde bevindt zich warm water tussen poreuze zand- en gesteentelagen. Geothermie is een techniek waarmee dit warme water op duurzame wijze kan worden verkregen. En hiermee kun je kantoren, huizen, maar dus ook kassen verwarmen. Optiflor is mede-eigenaar van Aardwarmte Vogelaar. En op dit moment wordt 65% van de warmte die wij verbruiken gegenereerd uit deze aardwarmtebron. Om verder te kunnen verduurzamen is een tweede aardwarmtebron in ontwikkeling. Naast warmte hebben orchideeën ook licht nodig. In 2022 zijn we voor 25% omgeschakeld naar LED-verlichting. Deze lampen gebruiken 40% minder stroom. In de komende 3 jaar schakelen we over naar 100% LED-verlichting. In 2022 hebben we ruim 4100 zonnepanelen geplaatst op het dak van de locatie Creations. Het vermogen dat we hiermee opwekken is voldoende om onze koeling op te kunnen laten draaien. En hierin zijn we dus zelfvoorzienend geworden. Deze koeling hebben wij nodig om onze orchideeën in bloei te krijgen. Naast dit grote voorbeeld van een stuk verduurzaming hebben we de afgelopen jaren ook verschillende kleine stappen gezet om energie te besparen. Zoals bijvoorbeeld het plaatsen van dubbel glas of een derde schermdoek. Een warmtekrachtkoppeling, afgekort een WKK, is eigenlijk een kleine energiecentrale. Aangedreven door een gasgestookte motor wekt een WKK zowel warmte als elektriciteit op. Ook levert Optiflor noodvermogen aan het stroomnet om zo de disbalans die ontstaat door gebruikers pieken en dalen op dit stroomnet te kunnen stabiliseren. We werken er elke dag hard aan om verder te verduurzamen. Pakken nieuwe kansen en mogelijkheden aan om te ontwikkelen en onze positieve impact op de omgeving te vergroten. Het volgende thema in deze serie is water.